We gaan naar het keuzemoment toe. Want we moeten natuurlijk, of we mogen een van deze lectoren aanwijzen als lector van het jaar 2020. En ik zie al spannende gezichten verschijnen op mijn scherm. Ik wil jullie vragen, de mensen die hebben gekeken, om de enquête in te vullen. Die komt zo meteen in de chat. En dan ga ik even een uitleg geven. Er is een jury bestaande uit Science Guide, ISO en Surf. Die hebben zich gebogen over de vele inzendingen die we hebben gekregen, waaruit jullie drie dus naar voren zijn gekomen. Christine Bok, die zit hier al de hele tijd naast mij, die gaat namens de jury vertellen waarom jullie drie zijn gekozen. En die eindigt met het bekendmaken van de winnaar. Dus nou, zet je schrap, lectoren. Dankjewel, Yvonne. Nou, ik moet echt een beetje uitpuffen, want het is onvoorstelbaar wat we net voorbij hebben zien komen. Toske, Bas en ik hebben inderdaad een hele stapel nominaties doorgelezen. En bij die van jullie dachten we, zo, die springen er echt ontzettend uit. En we hebben een gigantische discussie moeten voeren over wie springt daar nou nog het meeste uit. En ik snap ook wel, als ik jullie presentatie zie, waarom wij dat gevoel hadden. Want nou, één brok energie. En ik vind het heel mooi, Colette, wat jij net noemt. Stap uit je comfortzone en zoek de verbinding. Nou, dat is iets wat jullie echt alle drie doen. Ik ga nog even over jullie allemaal wat vertellen. Noorhan, jij bent een echte verbinder. Je brengt studenten van verschillende opleidingen en verschillende nationaliteiten bij elkaar. Je verbindt je onderwijs met je onderzoek en de samenleving. En je hebt een grote impact op je hogeschool. Je bent nog maar 2 jaar op weg als lector, maar je hebt al indrukwekkende projecten op je naam staan. Wij waren onder de indruk van je enorme hoeveelheid energie, deskundigheid, leiderschap en organisatievermogen. Jouw manier van werken in Living Labs, waarin je op een heel innovatieve manier grootstedelijke vraagstukken concreet aanpakt, wordt binnen Hogeschool Zuid nu ook voor andere vraagstukken ontwikkeld. We raakten bijna buiten adem na het lezen van je voordracht en waren direct razend enthousiast. Johan, jij bent een echte duizendpoot. Je hebt verschillende consortia opgezet waarin je onderwijs, werkveld en onderzoek hebt samengebracht. En jij zet in je onderwijs en in projecten privacy en veiligheid, maar ook autonomie, menselijke waardigheid en controle over technologie centraal. Jouw studenten leren om die waarden vanaf het begin van het ontwerpproces mee te nemen. Zo geef je echt invulling aan betekenisvol innoveren. En je speelt ook een grote rol binnen je hogeschool, ver buiten je eigen lectoraat. Sinds de plotselinge overgang naar online onderwijs in het hoger onderwijs heeft de noodzaak om waarden centraal te zetten bij gebruik van technologie alleen nog maar duidelijker gemaakt. We waren echt onder de indruk. Colette, jij bent een lector met een missie. Het juridische domein en toekomstige juristen moeten toegerust zijn voor hun rol in onze gedigitaliseerde maatschappij. Ze moeten niet alleen gebruik kunnen maken van technologie in hun werk voor het verwerken van informatie, maar ook inhoudelijke juridische vraagstukken kunnen beantwoorden die opkomen dankzij digitale technologieën. En om dat te bereiken moet het juridisch onderwijs worden vernieuwd. Jij hebt dat aan de Juridische Hogeschool voor elkaar gekregen. Bijvoorbeeld door verbindingen te leggen met ICT-opleidingen en in de regio. Studenten aan de hele hogeschool leren gebruik maken van digitale tools, leren communiceren met ICT'ers en worden opgeleid op het gebied van onder andere privacy, cybercrime en cybersecurity. De keuze voor een winnaar uit deze stuk voor stuk drie giganten was voor ons bijna een onmogelijke. Maar de lector van het jaar 2020 is geworden Colette Kuipers! Colette. Colette, door samenwerking te organiseren tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld, zet jij de vernieuwing van een heel beroep in gang. Daarmee heb je maatschappelijke impact die ook echt noodzakelijk is. Want een digitale samenleving kan niet zonder legal tech savvy juristen met inhoudelijke juridische kennis over digitalisering. We zijn onder de indruk van het tempo en de manier waarop je de vernieuwing in de hogeschool tot stand hebt gebracht. Namens ons allen van harte gefeliciteerd. Je moet eerst een reactie geven natuurlijk. Ja, ik weet helemaal niet hoe ik moet reageren. Ik had het echt niet verwacht. Ik was zo onder de indruk van Noorhan en Johan. En ik keek eigenlijk al zo uit om met hen verder te praten over hoe kunnen wij gaan samenwerken. Want ja, heel interessant. En het is heel vreemd voor mij, want ik zie op mijn webcam nu ineens dat er mensen voor mijn deur al staan. Blijkbaar zitten er mensen in het complot.
Dus ik zie heel veel mensen in het complot. We gaan eerst even, omdat we jullie live willen feliciteren, willen we graag hebben we een video met allemaal mensen die jou willen feliciteren. En daarna willen we je vragen naar de voordeur te lopen. Dus we gaan even een video instarten. Kijk, voordeur open doen dan. Nee, wacht. Video. Even zitten. Hoi Colette, ik ben Kees, voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg. En aan mij de eer om jou te feliciteren met je nieuwe titel Lector van het jaar 2020. Lector van het jaar 2020 word je niet zomaar. Ik denk dat de reden is waarom jij het bent geworden, is omdat je hebt gerealiseerd dat voordat je studenten kunt enthousiasmeren, je eerst al je collega's moet enthousiasmeren om meer met ICT in het recht te doen. Nou, dat kwam geen moment te laat, is wel gebleken de afgelopen maanden. Met cyberhacks hier en een totale omschakeling naar online daar. Je hebt een uitdagend onderzoeksgebied gekozen. Namelijk het voorbereiden van juristen op, zoals ik het maar wil zeggen, de gedigitaliseerde maatschappij. Ik ben zelf jurist, dus ik weet dat het een wat conservatieve beroepsgroep is, maar wel met de beste bedoelingen. Jouw werk aan LegalTech maakt het recht toegankelijker. En dat is ongelooflijk belangrijk. Want voor heel veel mensen is het natuurlijk ook een nieuwe functie. Ingewikkeld. Wij hopen dat de aankomende tijd die handelingsverlegenheid die is overtroffen nu op vastgehouden wordt. En dat jij daarin jouw cruciale rol kunt blijven vervullen. Vooral in een tijd zoals deze, waarin het digitaal lesgegeven moet worden, is kijken naar onderwijsinnovatie gewoon heel erg belangrijk. En ik hoop dat je dat gaat blijven doen. Dat studenten door jou het beste onderwijs krijgen wat ze maar kunnen wensen. En ik wens je heel veel geluk en succes in de toekomst. En juist de hbo-studenten zijn degene die in staat zijn om die brug te slaan tussen het recht, de wet en wat gewone mensen nodig hebben om hun recht te krijgen. En het is wat mij betreft onderzoek waar het hbo trots op kan zijn. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Ja, Colette, we hadden het natuurlijk al, je had het al een beetje gezien, maar we willen natuurlijk ook dat je de bokaal krijgt die je toebehoort. Dus er staan collega's van jou nu voor de voordeur. Daar gaan wij nu live naar overschakelen, dus jij mag naar de voordeur toe en je bokaal in ontvangst nemen. Volledig corona. Moet ik die meenemen? Nee, je hoeft je webcam niet mee te nemen. Dan laat ik hem staan. Dankjewel, collega's van Colette, voor deze fantastische verrassing. Ik weet niet of Colette ons nog hoort, maar je kan de titel met trots gaan dragen komend jaar. Wij vinden jou een prachtige lector van het jaar. Dit was het webinar. Dankjewel allemaal voor het kijken. En we hopen jullie bij de volgende webinars te zien. Tot de volgende keer.